Welcome to José Martí International Airport. We hebben net het ontbijt gehad en Chevelle heeft ons net gezegd dat we rond gaan rijden in een van die klassieke auto's. Oh my god. What's your name? Michel. Oh, my name is Misha. Yeah? Yeah, hi. And he owns this car en we gaan hier in rondrijden. Hoe awesome. Fast and Furious? It's the best. Gereden naar de Rum Factory en daar ben ik nu. En ze hebben allerlei type rum. Even. Hallo. What's your name? Yeah. Norberto. Norberto Fernandez. And out of all of these, which one is the best? The best rum is legendary sweet, 70 euro. Het ruikt wel heel erg zoet. Maar ik denk dat als ik het in een shot neem, dat ik voor de rest van de dag happy ben. We doen het gewoon zelf. Het is actually lekker. Het is lekker genoeg om het gewoon zo te sippen met ijs. En ik heb dat nooit met rum. Aan day drinking te doen, maar we kwamen hier en we kregen een rum tasting en toen zijn we flaming coffee gaan halen en toen had ik ineens 2 shots rum op en we moeten zo meteen nog verder in de zon, dus dat wordt interessant, maar we voelen ons goed, we voelen ons heel goed. We zijn hier dus in de straat met allerlei arts en crafts en ik heb hier tasjes gevonden en ze zijn allemaal leuk, maar ik heb echt maar eentje nodig. Dus ik heb where's my bag? Oh, you already packed it. Ik heb eentje genomen en het lijkt een beetje op deze hier achter me. En ze worden gemaakt door deze mevrouw. Sorry. The movie Fast and Furious. Also here, the race of the motorbike. And here, this is bewijs. This is waar we staan in de duinen. So, what's this drink called? This is a special cocktail of the house. The name is Big Black Guy. It's a cocktail that we made here. In Callejon de Hammer, Hammer Leway. It's made with basil, lemon juice, sparkling water, rum, a little of rum honey. I'm looking for your name, please. Gracias. Thank you.
Kardashian and Kanye West here. Dus ik ben echt benieuwd naar het eten. Amsterdam vibe van Nederland. En inderdaad, want blijkbaar ben ik in Europa. Morgen, het is dag 3 in Havana, Cuba en je ziet me gewoon weer in dezelfde kleding. Dat is niet per se de bedoeling, maar we hebben vandaag nog wat te filmen. Dus ik heb even weer gewoon mezelfde topje gedragen. Het ruikt niet heel fris, maar gelukkig kan je me niet ruiken. Maar zo meteen heb ik iets anders aan, dus I promise. Michelle, we meet again. Morning. Om terug te gaan naar huis. Het is zo snel gegaan. Bye room. Bye view. Ready? Kijk, dat is Tony's een bagage. Gewoon een klein koffertje en een rugzak. Ik alleen struggle met full on bagage. Oké, dit is wel echt. Hier is spiegel.